Goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. In de VS schoten de koersen weer omhoog en niet vanwege het geweldige banencijfer. Wel werden de matige cijfers van de weken daarvoor naar boven bijgesteld. Diverse functionarissen van de Federal Reserve Bank lieten zich dan ook positief horen. Paypal liet weten zich terug te trekken uit het Libra-project van Facebook. En ook Visa en Mastercard uh, nemen, de overweging, nemen de samenwerking in heroverweging. In China en Hongkong bleven de financiële markten nog gesloten. De Nikkei leverde wat in. De uh, index in Seoul bleef onveranderd. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen eveneens zo goed als onveranderd. CM.com zal deze vrijdag haar debuut maken op Euronext. En bij de beursgang worden 500.000 bestaande aandelen verkocht. En voor 100 miljoen aan nieuw geld opgehaald. De ligt tussen de 15 en 19 euro. En het bod van het Oostenrijkse ASM op Osram wil maar niet vlotten. Ruim 62% van de aandeelhouders heeft zich achter dat bod geschaard. En dat is veel te weinig. Zeker als je meetelt dat ASM al 20% van Osram in handen heeft. En het blijft nieuws. De beurs van Hongkong overweegt een hoge bod op de London Stock Exchange. Een eerder bod op de beurs van Londen werd door de aandeelhouders niet geaccepteerd. Verder is het nog maar de vraag of een eventuele overname wel door mag gaan van de Britse overheid. De beurs van China en Hongkong blijven nog gesloten. En we zien vanmiddag om, uh, vanavond moet ik zeggen, om 9 uur consumentenkrediet vanuit de VS. Bij de analisten is het nog redelijk rustig. Swiss zet Tesla op verkopen met een koersdoel van 82 of 182 dollar moet dat zijn. En Bernstein zet Nestlé op kopen met een koersdoel van 101 Zwitserse franken. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas Markets.